Ben je geïnteresseerd in Griekse mythen en goden? Of hou je van bloeddorstige verhalen? Wel, dan is dit adembenemende boek, Troje, een verhaal van liefde en oorlog, het perfecte boek voor jou. De gruwelijke, langdurige en zeer bloederige oorlog tussen de Grieken en de Trojanen wordt tot in het detail beschreven. Stephen Fry heeft het fenomenale boek Troje, een verhaal van liefde en oorlog geschreven. Twee andere boeken van hem zijn Helden en Mythos. De uitgever is Thomas Rapp. Het boek verscheen op 20 november 2020. Stephen Fry is naast auteur ook journalist, dichter, komiek, tv-presentator, filmregisseur en acteur. Hij werd geboren in 1957 in het Verenigd Koninkrijk en is nu 66 jaar. Daden hebben altijd gevolgen. Dat is de moraal van het spannende verhaal van Troje. De Trojaanse Paris ontvoerde de beeldschone Helena. Zij was echtgenote van de Griekse Menelaus. En hij was de broer van de Griekse koning Agamemnon. Die ontvoering leidde tot een oorlog die maar liefst 10 jaar duurde en plaatsvond in de bronstijd, dus van 3000 voor Christus tot 1200 voor Christus. Ook de goden speelden een grote rol, zoals bijvoorbeeld Venus, ook al bekend als Afrodite. Zij is de godin van de liefde. In het begin van het verhaal beschermde ze Paris en zorgde ze ervoor dat hij zou winnen. Zonder haar zou het verhaal er anders hebben uitgezien. Ik vind het boek zeker een aanrader. Het is heel meeslepend en fantastisch. Ik heb het uitgekozen omdat ik meer te weten wilde komen over de Trojaanse oorlog en het Trojaanse paard. Dat is zeker gelukt. Wat ook heel leuk is, is dat je de oorlog vanuit deze perspectieven kan zien. Dat van de Trojanen en dat van de Grieken. Dat maakt het nog net iets spannender. Wie wint de oorlog? Draaide alles om Helena of was er meer aan de hand? Dat en nog veel meer kom je te weten als je het boek leest. Veel leesplezier!